Mijn naam is Ferry Jansen. Ik ben beleidsmedewerker bij het RMB. RMB staat voor Regionaal Milieubedrijf. En wij organiseren voor een zestal gemeenten de huishoudelijke afvalinzameling. Mijn naam is Frans Govert. Ik ben werkzaam op de Milieustraat in Haps. Voor de IWN uiteindelijk. En ik ben in de toekomst een coördinator op deze Milieustraat. In de oude situatie werd de opdracht deels ingevuld door IBN en deels door een uitzendbureau. In de nieuwe opdracht is het één geheel geworden, maar heeft het RMB er wel voor gekozen om het aantal uren inzet van voorheen wat door IBN ingevuld werd, om het percentage daarvan mee te nemen in de nieuwe opdracht. IBN stelde echter zelf van tevoren al voor, wij willen graag de hele opdracht doen. En dat is, uiteindelijk is dat ervan gekomen. We hebben een poortfunctionaris daarvoor, dat heeft u gezien. We hebben een toezichthouder bij het restafval. We hebben een toezichthouder op het hout. Toezichthouder op de webcontainers. Dat houdt in waar je vaatwasser en zo in kunt leveren. Het klein web, dat zijn de kleine apparaten en dergelijke. We hebben ook papiercontainer. En dan hebben wij ook nog iemand staan voor vergansenwinkel hier die het chemische spul inneemt. Omdat ze hier nog geen vast depot hebben. Mensen moeten adequaat kunnen handelen, moeten hun werk veilig uit kunnen voeren, moeten materiaalherkenning goed onder de knie hebben, moeten de inwoners en de bezoekers goed kunnen begeleiden. Ik dacht van tevoren dat IBN dat niet waar zou kunnen maken. Nou, onze mensen die hier komen te werken, die krijgen natuurlijk eerst een opleiding in diversiteit van het afval wat er allemaal is. We beginnen met de veiligheid, uiteraard, dat is één. Twee, kijken wij naar de afvalstromen die er zijn en zij moeten natuurlijk bekend zijn met deze afvalstromen zodat zij ook weten hoe zij moeten kunnen scheiden en tegen de mensen kunnen zeggen meneer of mevrouw wilt u dat daar neerleggen want dat hoort hier niet thuis. In de nieuwe situatie heeft IBN laten zien dat dat dus wel kan. IBN heeft een veel grotere visvijver als wat ik van tevoren gedacht had en ook niet wist. Het wordt heel goed opgepakt. Zaken die niet goed gaan, worden heel adequaat en heel snel opgepakt met de projectleider of met de betreffende teamleiders. En daarin zet IBN hier een prima opdracht neer. Ja. Ja, ik vind dat prachtig. Daar ben ik zeker trots op. En ik vind het ook hartstikke fijn dat het goed gaat. Met deze straat staan we bovenaan de benchmark. Dat vind ik geweldig. Dus prima. Alleen maar top.